Maar één ding, is dat een zelfrijder, die Pekel? Nee, nee, dat niet. Oké. Okay. Moet ook 240 pk vuur. Hoe je daar heen. Dan zit hier Pekel aan je. Nou, dan kan die Puma er mooi voor, toch? Ja, die haak ik er ook verkocht. Was dat maar geen leuk. Nou ben de zwinden een beetje morgentjes. Nou ja. Ja, die worden wat schrollen, kap. Ja. Nou, ik vind morgen stukje vlees vind ik veel lekkerder dan verder. Waar die verder. Nee, een dikke verder spek. Ah, nee, joh. Lekker, maar. Die vieze belden eraan. Handvol. Kjoen. Ik wil straks eerst alles in een beetje schoon spuiten. Want... Ja? Eigenlijk die keeper van mij, die zegt er ook ja, goed. Ja, die Josken, dat is echt een zwien, of niet? En die T-Zeupen is op dit moment een dikke zwien. Dat vind ik niet zo erg, maar die Josken. Doe één normaal doel. Ik pak de volle GPS-bretten. Goed bezig, doe. Wil ik maar even zeggen. Als een echte cowboy te wachten totdat de train is coming. Kijk. Ja hoor. Gunshot. Zo de bieten onderweg, maar dit... Hoi, Ko. Ho. Doe vergeet ja. Maar. Ja, dat weet ik. Doe vergeet Biden. Doe eerst uit misschien. Doe eerst die rommel naar het Furrelkoor hier. Doe ook ervan. Zo kent het wel weer, hè? Ik kan de opname ook wel gelijk naar Ruud zijn. Worden die shovel? Ja, bij de vergisten? Nee, hè. Nee, laat ik bij doen. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan. Okay. Goed, ik zal bezig. Ik doe eerst die bieten erbij, want hoi Gil. Het is een dikke raar hoor, zie je bij die. Hoeveel hemel op berekening? Om 5 ton? Nee, 4,5. Ik zal hem een kibbetje tarwe voor het brengen. Moet toch maar een vlieg. Kom maar even doen. Hey, met mijn dikke... Ah! Nou, hold er over op. Hey. Ik wil heel andere proor van opnemen. Gewoon even compleet niet gas, niet T-zuim. Oh, nee? Dat flauwekul met die terres ook altijd. Ik wil gewoon even Duits proor, ventgelul en JCB... Oh, Greet, kerstgedachte, zo is. Oh, kijk. Vrede op aarde. Ja. En de mensen. Welbehagen. Ja. Ik breng, als het zo de weer wordt, die tarwe voor. Ja. Nou, dat ik er een mooi centje van op die rekening doe. Ja, maar dan gaan we ook even met pecan komen. Dan wil ik door even met voeren straks. Dus doe herst eigenlijk zo weer al het geld wat ik nou inlever. Herst wil weer een plakje voor, zeg maar. Ja, nou ja, dat moet deur gewoon. Wat heb je aan het geld als je dat niet wil nu geven? Zonder sporen, ja. Voor? Nummer 5. Ja, maar dat is hoop. Dat ben dromen. Dat wordt hem niet. Oh. Nee. Dat weer. Zie die pecan, die kun je bruik. Ja. En die 5, dat ligt toch maar waar. Ja, juist. Ja, juist. Maar ik denk dat die pecan, die moet die bieten ook maar een beetje doorheen mixen, vind ik. Ken dat? Dat weet ik niet, maar... Nou, ik heb hier nog net zo'n mooi beeldje liggen. Ik denk dat ze in de bakken zit. Ja? Dat ze aan de mes hangen blijven? Ja. Maar één ding, is dat een zelfrijder, die pecan? Nee, dat niet. Oké. Moet ook 240 pk voor. Hoe je daar heen... Dan zit hier pecan, ja, nee. Nou, dan kan die Puma er mooi voor, toch? Ja, die haak ik er ook voor kap. Was dat maar geen leuk. En als kist die chandeer er ook een vuur zetten, hè? Ja, maar ik vind die pecan vind ik wel mooi liggen dat een Puma is, of niet? Ja, nee, we zullen een heel andere program. Ja, die chandeer, jongen, fantastisch. Nee, dat kan ik hier niet doen, jongen. Nee, hè? Nee, ik heb nog zo'n beetje dat gehakselde maïs wat nog niet...
wat nog niet verder zeg maar. Gefermenteerd is. Dat kan ik nou niet in de silo doen. Nee, juist. Omdat er al kuil is. Maar ja. op alle andere plakken kan dat wel. Behalve daar. Behalve door. Maar ik denk, leg hem voor aan, ja. Kom wel weer, ja. Leg hem zeltje over kloor. Nee, ken niet. Goed, ga je. Nee, dat weer. Mm. Goed, winkel. Pekel. De Big Mega Mammoet. Bliksem, dat ding kost wel geld. Wat kost dat ding? 168.000. Nou, dan zou ik die silo kunnen maar gauw op heen gaan. Ja, zou ik er heen rijden met die silo, hè? Ja, dat deed ik wel. Maar dan krijg je ook nog een paar meer cent. Maar ik vind het ook een onogelijk voorwoord trouwens. Welke? Die driewieler. Maar dan, ja, denk je wel, kardom, jongen, dan kist er ook zomaar in. Klopt, hè? Maar, mooi, denk je. Verder niet. Nou, 168, koop. Ja, gekocht. Terug. Maar nee! Kun je hier in de moertjes? Oh, die koe, die wil ik eraf hebben. Daar moet een emuusvaring op. Ja. Voor mij bist u zonder hem geboren. Ah, dit is een mooi combi. Ik moet er even heen, hoor. Maar, Ja, juus. Wij zolden trouwens. Ja? Dat is, moeten we doen. Een wat reacties belangrijk zijn. We zeggen bij de vorige aflevering. Ja. Dus als ik gewoon even voeren. Ja. Dan gewoon ik straks. Wat? Ja, gedoe en voeren. Ja, maar dan gewoon ik straks even in een saaimachine zitten of zo. Ja. En dan. Kunnen we mooi even in de weg. Zo. Ja. Bliksem, ja, dan niet. Ik ken die wel gebruikt, een saaimachine, ja. Ja, joh. Ik ga maar zo bond doen. Ja, wij gaan straks even reactie bilaan. Hoeveel kan die wel niet in? Genoeg. Nou, dat denk ik ook. Nou, ik gewoon eerst eens even met die schubber. Een stuk op 28 pakken erin smieden en dan kijken hoeveel er vol zit. Er ligt een bodempje in met twee pakken, dus ik ken allemaal weer. En hoeveel ton staat er dan? Ik zeg, moet rekenen, ja. Ja, klopt. Oh, ik heb nou ook 8 pakken in één keer in de prikvark. Denk ik, 8000 is 12%. Oh, dan kan er 64 in. 64! Ja. Oh, dat is wel heel laag, veel nooit. Gewoon vol blaben hier allemaal. Oh, God. Jeetje. Doe deurst ook wel. Ah, jongen, ja. Terug, doe. Dat wil ik niet eens schandaaltjes in, hekel, hè. Hoe zit er nou in? Hoeveel pak ik wel niet eens mee? Oeh, 43%. 28. Dat ben er al hoeveel pak, maar nou, deel de 4. 7. Hoeveel? Hey. Jeetje. Wat joek of een ding, ja. Ja, joh. Kill hem. Spring maar even in de poem aan, dus kist even kijken wat er gebeurt. Ik moet... Oh ja. Maar dan, ik wil nou even een bak vol kule. Gooi er maar eens een bak vol kule in. Kule? Ja, in één pak, gooi er maar een paar pak stro in. Nee, de kule en gras, dat is al een meng, een krachtvoer. Dus, okay. Maar ik denk dat ik er al veel te veel... Nee, gelijk. Je moest er ook eigenlijk 20.000 in gooien en die hij verdeelt dat gelijk. Kijk. Ja, het is al krachtvoer. Het is al krachtvoer. Voor een beetje kuul bier. Hij zit nu bijna 60% vol. Kijk, dit helpt dan. Ja? Nou, dit is ook alweer een hele bak vol. 74% zit hij vol. Zal ik er nog eens een stroopak in smeden? Ja? Lekker die stapel nog niet om, hè? Ja, dat heb ik allemaal gehad. Alles is nog groen. Ja? 85%. Waarom ook niet, joh? Dit schiet, ja, wel, dit schiet pas op. Dit had weten 55.793 kilo zit erin.
Want er kennen dus af en toe een volle kuil bij. Ja. Waarom maar die ene zit nou precies in het midden, de boomste. Dat is gras. De kuil die zit op 1/3. En de stro zit ook half. Ik heb er nou al een kruis op. Ja. Ik heb er nog niet eens één bak doen. Kind nog steeds? Ja, is het drie nikken. Oh, nou is het klaar. Oh, niet verder. Precies alles half. En zit op 98%. Klaar. Nou, laat me dat even kijken, ja. Ik ga bij hem over. Ik moet nog een keer mooi, want die staat ook wel stil weer. Ja, dit is zuiver. Zuiver, dat kan je niet krijgen, denk ik. Nee, dat denk ik dus ook niet. Dus dat goed, ben, voor dat mij. Ben, dat zijn 7 mooie pakjes. Ja? Twee strooppakken en de rest is kulo. Nou. Dit mag ook wel eerst wel 3 kwartier mengen, maar dan gaan we hier straks wel even weer in. Ja. 63, zoveel kinderen niet eens in orde straalt, maar in die kronen. Nee. Zo'n bizar. Toch bizar? Bizar. Zo super bizar. Zo niet van deze wereld. Jee, bizar. Het is weer tijd voor een nieuwe cola. Oh, ja juist. Oh, de lelie komt eraan. Oh, en een candle. Ja, leeg, goed zo. Net op Tito. Nou, mooi ding. Dit is pa, dit is hem. Dit gaan we weten. Hoe ligt het dan? Bad. Oh, kijk. Kuilvoer, hooi, maximaal vol. Ja, hè? Gras bijna maximaal vol. Stro ook. Ja. Krachtvoer, ook genoeg. Nou, mooi eigenlijk. Ja, dit is het, hè? Dit is het. Nou ben de zwin een beetje morgentjes. Nou ja. Ja, die worden wat schrollen, kap. Ja, nou ik vind morgen een stukje vlees vind ik veel lekkerder dan verder. Maar die verder. Nee, ik denk een verder spek. Ah, nee, joh, maar. Lekker maar. Die vieze belden eraan. Bah. Die Kees is hier ook bezig, ja? Ja, die is er ook bezig, ja. Is 26, die is al klaar, toch? Ja. Dan wil ik door wel in heen met de CR, want dan kan ik hem mooi in mijn werken zetten. En loop mee met de reacties blijft. Ik is beter die casepang, die gaat wat minder snel. Ja, maar zoveel reacties hebben we ook niet. Oh. Wat doen we? Is dat mooi rustig als je in de cabine zit, hè? Ja. Welke cabine? Terre. Wat? Van Terre. Ik verstand niet goed, denk ik. Ik rie nou ook met een Fiat Mulder, maar dat is... Wat was dat ook alweer? Een cursor? In die ICR? Nee, dat is een... ja, cursor 13 zeker. Ik weet het niet, hoor. 13 liter? Dat zal twee. Het joe! Handvol. I kill. Not bad. Net de leeuwen. Ik zet even de arbeider aan. Ja? Komt u zo even met de keeper Bimmy? Ja. Even gezellig. Ja, wat staat er bij perceel? Dan ga ik nu zien. Gaasten. Gaasten, oké. Okay. Ach jongen, stomme werker. Ga doen maar naar huis helpen, J. Hoe heet het nou? Helper E. Even huis, dat is beter. Helper E. Denton Bakery betaalde in één keer een hele fragment voor die tarwe. Kist het ook weer op onderweg? Nee. Ja, dit is het dan. Oké. Okay. Nou. Er wordt toch nog weer, jongen, dat kon ik wel even melden. Heel volk nog weer van, mag ik meedoen met de livestream? Heel volk. Maar dan moet je toch bij Facebook hem aanmelden en dan kom ik wel eens een keer met een aankondiging. En dan kun je daarop reageren. En alsjeblieft, doe dat niet in de privéberichtjes. Volgende. Maar ik ben eigenlijk weinig vrolijk. Is het allemaal duidelijk, hè? Het is allemaal duidelijk. Ik goed bezig. Nou, Eclipse Freak, die zegt wel van... hier en door zitten allemaal wat bugs in en zo. Dat vinden wij ook, hè? Met dat helper en de locatie klopt niet altijd. Ja, dan moet je hopelijk dat er een mooie, betere update komt. Ja, kom maar. Hoe maak je vaste stront met stro? Dat vraagt Hein Veldman. Vaste stront mag je de stro te strooien en dan die koeien mag door wel stront van. En dan komt een hele grote bult.
Ik ga hem trekken verzenden. Ja, moest hem ja en zo zeggen, hè? Ja, ja, ja hoor, ja. Oké. Okay. Gewoon Rick Tubes, die zegt... Je moet die Pecan Mega Mammoet met voerwagen kopen. Nou, hebben we net al. Gewoon Rick Tubes. Hé, hey, Muus, gebruik jij een stuur? Bart van Limpt. Nee, een controller. Xbox 360 controller met snoer. Heel belangrijk. Waarom is dat heel belangrijk? Als je een draadloze doet... Ja? Zit er een vertraging in met PC, zeg ze. Juist, meer lag. Dat is niet goed. Dan reageert het niet goed op een knop. Nou, dat wil je niet. Jelko Posma die zegt, wil je na deze map Zuidwest-Friesland doen? Van Mike Modding. Dat is een optie. Begon pas uit deze map als de doelbraak. Is dat dezelfde Zuidwest als wij ook toen eerder hadden, of niet? In 15? Dat ja. weet ik niet. Nah. Begon hier nog een Mike Modding map doen, of niet dan? Ja. Dat denk ik wat zeker is. Ja. Ja, waarom? We zijn ook partner van Mike Modding, hè? Dat is ook een beetje sponsoren. Zo is dat. Ja, nou. Ja, wat? Nooit heen. Ja, hoor. Ja, inderdaad, nee. Nee, hè, toch wel, liefst. Ja, Tony Dirksen die zegt, doe anders een kerstaflevering van 2 uur lang, als dat zou kunnen. Nou, dan mag ik nog wel 6 uur opnemen. Ja, want ja, er is 3 uur flauwekul bij wat er wel uit kan. Gaan jullie ook een keer met webcam? Wordt ook heel vaak gevraagd. En Robin Ottink zegt dat ook weer nog eens een keertje. Nee, doen we niet. Niet mijn ding. Ko komt wel eens een keer met me. Nee, niks. Oh. Mooi video, Ko en Eep Muus, zegt Kevin Haar. Die was de juiste volgorde, hè? Juist, hè? Ja, klopt. Hierna kwam Ryan van der Weijden, die zei, weer een prachtig mooi filmpje, Eep Muus. Kijk, die noemt Ko niet eens. Zo jammer, hè? Luca B, die zegt, het is groen en er wordt gegeten door koeien. Nou? Gras! Oh. Hoi, dat is een komkommerschilletje. Komkom. Nee, dat klinkt niet. Komkommerschilletje! Nee, dat klinkt niet. Oké. Okay. Matthijs Sietsma, een oprechte Friesk, die zegt... Dus jij bent ook Friesk. Je maakt wel goede video. Je maakt je wel goede video's. Als je ooit nog hulp nodig hebt, ik wil ook altijd een handje helpen. Nou, dat kan wel even, Matthijs Sietsma. Dan kist me even vinden op Facebook. Dan kan wel even een berichtje stwarien. Sturen. Oh, dat stwarien. Nee, niet stwarien. Oh, dat dacht ik. Sturen. Dan ben ik er nog. Komt nog een goede vraag. Ko, let op. Ja. Ik ben er helemaal. Ja. Tony Doornbos die zegt... Hoe maak je een screenshot... En hij bedoelt vast een screenshot. Dat doe je gewoon met een knop... Print screen, de PRTSC op knopje. En dan komt die in je My Games Farming Simulator screenshots. Dan kun je achter elkaar keer die knop indrukken en dan komen ze door als een rijtje onder elkaar te staan. Kijk maar eens. Juist. Tom Jansen zegt mooi filmpje gas. Ronin Oldensiel die zegt dik film elkaar weer. Splinter Wolters die zegt hoe oud ben je? De laatste livestream is het letterlijk gezegd. Dus dan moet maar helemaal terugkijken. Staat ergens. Kom dan, vroeg, ja? Ja. Goed oplet. Ja. Jan Chondeer, die wil je alleen maar meer. Die zegt, T7 is mooi, maar als T7 mooi is, wat is die Terres dan? Emus, het is aan jou. Als de T7 mooi is, is de Terres fantastisch. Ik heb het hard klappen. Ja, geef niks. Rubbers, hè? Ja, Bonk klopt. Gewoon in mijn keel. Klopt. Klopt, hè? Ook Cobra NL vond het een toffe aflevering. Oh! Ik heb mijn werker ja niet aan. Ik moet eerst nog omdraaien. Hoeveel hersen vol, Sjors? 69. Oké. Okay. Cobra NL, die gaat ons kanaal in de spotlight zetten. De volgende keer, zegt hij. Kiek. Dus dat is wel leuk. En hij vroeg dan ons, wat doen jullie in het echte leven? Want jullie weten er wel veel van af. Nou, ik zit in de mechanisatie en Ko doet keukens. Toch, Ko? Ja, hoor. Brugman, hè? Ja. Ja, Ko wil incognito. Oh ja, dat wordt ook wel voor gevraagd.
Hoe doe je de krachtvoer voor de koeien? In dit filmpje kijken. Dat hebben we al eens een keer in een filmpje uitgelegd, ja. Nou, duimpje nummer 54 zet Bert Tweezer. Tweezer G. Ja. Weer een aflevering om van te smullen met grappen en grollen om over de grond te rollen. Onze dichter en boer Eemuus Farming. Lekker weer gekeken, natuurlijk een like gegeven. Nou, dat is dat. Kijk, mooi werk. Nou, dat was in de grote lijnen een beetje de hoofdvraagjes. Toch? Ja hoor. Meer was het niet hoor. Jawel, wel. Het is niet zo moeilijk. Het is niet zo moeilijk. Ze vroeg wel om hulpvolk die dat ze live wilden, hè. Jongens. Nou, ik vond echt toch wel maximaal. Ja, ik wil de volgende keer 5. Ik vind het nog te druk. We doen 5 de volgende keer. Ik wil dat niet te druk hebben. Vind ik niet leuk. Als ik live gewoon wil ik ook de chat in de gaten houden en mijn dijk bij je lul. Dat vind ik veel leuk. Dat ben ik wel met je eens, dat klopt. Dat is het voordeel van live gewoon. Dan kun je een beetje chatten en dan is dat mooi in beeld. Dat vind ik veel leuker. Ja, dat klopt wel. Vorige week was het te druk. Ja, te druk. Ja, het vol wel, maar niet iedereen kreeg zo zijn moment, vind ik. Nee, ik dacht. Nou, dat is jammer. Zit je al op nek toch of niet? Ja. Oké, ik rij vlak achter jou. Nee, ik zie het nu paard, maar... Goh, die zwaaimachine hier ook alweer loopt. Ja, mooi hè. Hoi, kiel. En ik moet neuren naar de swin. Ja, trein hoors vol. Ik heb nog net genoeg voor de swin. Ik moet dat perceel moet er nog aan bij. Ik vraag Gerst aflevering, daar word je helemaal schil van. Hurkje. Ja. Ah, lekkere cola, hè. Ja, hè. Maar ik wil er niet over beginnen, maar het is toch zo. Ga maar zo bon doen. Ik wil straks eerst alles in een beetje schoon spuiten, maar... Ja? Ah ja, die keeper van mij, die zegt er ook ja, goed. Ja, die Jasken, dat is echt een zwien, of niet? En die T-Zeup is op dit moment een dikke zwien. Nou, dat ken ik. Dat vind ik niet zo erg, maar die Jasken. Doe een normaal doel. Dat vind ik wel erg. Ja, dat vind ik wel erg. Als de Rieken Hoeken die terras. Dat ken ik. Kom hier maar op. Oh, je moet eerst die vent vol hem. Rij maar achteruit naar die vent. Ja, nou, dat duurt allemaal veel te lang dit. Ja, niet zo. Ik ken ook niet harder als aard. Moet ik helemaal weer hierheen rijden. Ja. Ken ik ook niks aan nou. Weet je hoeveel ton ik nou heb, Eemuus? Nee. Ik heb bijna één hele trein vol met gerst. Echt? 180 ton. Chips, en nou gaat de prijs naar beneden. Nee, grapje. Laat er maar mooi in zitten. Ik pak de volle GPS-bretten. Kijk, goed bezig doe. Alleen maar een zak. Ik dacht nog even, dat stoel de perzil eraf, jakkers daar. Dat is nog één of een in een snitje. Hier nog. Oké. En dan ga ik die trein hem leeg worden. Ja. Moet ik hem bij de meubels staan? Ja. Oh ja, dan ga ik bij de meubels staan. En dan zie ik daar aankomen, ja? Ja. Als een soort western movie. Hoeveel rest ik er mooi voor? Nou, ik heb hem alweer leeg net bij de... Ik heb hem al super. Vind mijn vader heen. Oh, goed bezig, doe. Ja, zeker. Wist wel dat ik dan bij die Maplefield mail sta. Ja. En dan hoorde ik eerst gewoon heel zachtjes van die klapdeurtjes, net als bij zo'n Wild Westen. En dan komt van ver, komt toen eraan zo met die trein. Ja, juist. Zullen we dat doen? Ja, jou hè? Gaan we dat doen? Hij pakt hem zo over in één keer nog. Ja? Ja. Hoe bezig doe. Fantastisch. Maar ook zuiver. Oh, anders laat je een schandaaltje staan. Nee. Hoeveel heb je voor? 84. Kom maar in, Bimmy, dat red ik niet op. Nee, dat is zo hard. Nou, niet aan de overkant, wil maar zeggen. Oh nee, maar nu wel. Stop maar redden. Leeg doe. Hoe bezig doe. Breng ik dit naar de trein toe en dan brengen we ervoor. Moet ik even naar de trein rijden? Ja. Wacht. Ja, ga doen maar hem naar Maplefield Mill. Met de auto. Ja. Nog gewoon geld op strikken zo, hè? Mag maar er even weg ervan. Neem zo'n once upon a time in de Westmond harmonicaatje op achtergrond is wel. Ja hoor. Denk erom, lekker zo. Hoef ze mij niet te fluiten, hoor.
Ja, maar dat is de Once Upon a Time in the West. Oh, juist, ja. Jouw, hè? Ik denk dat ik het er niet in kan nemen. Nee. Gaan we nu even zonder gein dumpen met die trein. Toch. Jouwa. Wisten we er al? Ja, ik stond op het balkon. Wist er al? Als een echte cowboy te wachten totdat de train is coming. Kijk. Ja hoor. Kijk. Nou. Nou komt het. Allemaal waar te doen. Komt ie, ja? Hoeveel heb je op je rekening? 3,46. Oké, ik 65,5, ja? Ja. Oké. Oh, dat dumpt ook aan de grote. Ja. Hoi, Giel. Zo, dat was één. Dat was 100.000. Tik je nou, hier zult het een beetje kennen. Allemaal. Oh, ja. Oh, hoi. Oh, je moet er ook niet in gaan staan. Wat met zo'n. Mhm. Goeiede. Wat een lustcapaciteit. Zo, dat was hem. En weer 64. Nou, mooi werk doen. Hij is leeg, hè? Ja. Maar zal ik de hoekjes er nog even uitvegen? Ja, loop maar. Ze bent zijn kind niet zo correct. Ik moet hier hem afstaan. Oeh, goeiede. Ga je er achteruit weer voor? Ja, scoren. Yes! Oh, ik zal de zwaailaan bij mij zetten. Ja, ik zie die niet meer. De horizon verdwijnt. Hey, ik wil nog even een eindshot doen, dan stap ik eerst wel opnomen. Ja, zo is dat. Ik ook. Ik ben er klaar mee voor vernomen. Kom gewoon even in de auto, in de jeep springen. Oh. Goedendag. Goedendag, Emil. Even een eindshot. We horen eerst op met opnomen, ja? Ja, zo is dat. Kalm aan. Echt groeten, hè? Yo, hey. Mooi.